maar aan de zijkant van het huis. Dit is waar je binnenkomt. Dat is waar de stallen zijn. Dat is waar Maryland gaat wonen. En dit is, je hebt daar maar gansjes en dingetjes. Dit is super cool. Je hebt daar nog een elektrisch hek, dat je dat kan zien. Dat is het tweede hek waar je doorheen komt. En vervolgens kom je hier aan. Dit zit de front of the house. Nou, dit heb ik een beetje op foto's gezien. Hè. Dan kom je dus eigenlijk deze trap op. Even een tour. Komt hier zo de trap op. Dat is echt de meest logische redenering. Zwembad en een klein appartement. Een klein appartementje komt binnen. Het is best wel klein, maar wel leuk. Weet je, daar kom je dus binnen. Een bedje, dingetjes, dingetje, keurig douchen. Ik kan er hoop van zeggen, maar ze hebben het allemaal wel netjes gedaan. Hoi. Oké. Ik hoop niet dat je er misselijk van wordt. Zo beweegt. Dus dan ga je weer naar buiten. Zwembad is 1,80 meter diep. Dus dit is denk ik waar we nu op lopen, dat zal 1,50 meter of zo zijn. Lekker bedjes, wat palm. En hier zie je dus het aangezicht met het kleine appartement. Hier heb je dus, zo terug gaan, rewind. Hier heb je dus een trappetje. Hier kan je zo erop naar je eigen porch. Laten we even deze route nemen, snel. Communal porch, grote giraf. En hier heb je nog een palapa. Hier nog een porch. 1,50 meter, denk ik. Nou ja, het zal 1,30 meter of 20 zijn, denk ik. Dan kan je hier naar binnen naar het grote appartement. Wat je ziet is dat de deuren tegenover elkaar open gaan. Ik ga even in de hoek staan. Dan is dit het grote appartement met bed. En de badkamer. En een mooie balk. Allemaal open. Zoals je ziet ook aan de bovenkant. Open daar. Walk-in closet. Dat geloof je wel, denk ik, hè. En een flinke douche. Dubbel dit. Hoi. Tuinkeurig douchen, inloopdouchen, allemaal open van boven. Allemaal nice. En je kan hier, kan je dus eruit naar je private porch. Zie je hier het stoeltjes en dingetjes. Met een flinke uitzicht op de tuin. Daar heb je een onwijs leuk zitje wat je daar kan maken. Er zijn allemaal jonge boompjes omheen geplant, zodat je daar straks over een jaartje of anderhalf jaar gewoon super chill kan zitten in de schaduw. En dan loop je zo, zeg maar, loop je terug. En dit is dan Palapa. Nou, het idee zou dan nu zijn dus. Ik zal het binnen laten zien. Hondjes slaan aan. Hallo. Who's that? It's my girlfriend. Who called at the gate? No. I'm making the video. Oké, ja. I will see who that. Dan ga je hier. Dit is dus die grote slaapkamer. De bel gaat nu, dus misschien zijn het de kutzitters wel. Fuckers. Oké, nou, dit heb ik foto's van gemaakt om even te laten zien. Hier ga je de trap op. Gemeenschappelijke ruimte, keuken, dikke keuken, berging daarachter nog, trap naar de garage. Berging dus. En je ziet nu heel mooi hoe dat geconnect is daar met een barretje-achtig ding.
Hierboven loop je omhoog. Hier is dus wat ik jou vertelde. Hier is die werkruimte. Dit gaat allemaal weg als zij eruit gaat. En dan heb je hier dus nog de slaapkamer. Master bedroom. Met een dikke vette kast. En direct de doorloop naar je badkamertje. Vet of niet? Oh ja. En ze hebben hier dus kei veel vogeltjes. Daar. Over de sluiten.